Anissa en Wissem, jullie zijn onze vrijwilligers voor vandaag. Gefeliciteerd met deze belangrijke taak. In deze twee enveloppen zit jullie opdracht. Een hele belangrijke opdracht is dit. Deze is voor jou, Anissa. Deze is voor jou, Wissem. Succes! Hoi, ik ben Wissem. Ik ga vandaag vrijwilligerswerk doen. Maar ik weet nog niet waar. Dat staat in deze envelop. De opdracht is buurtbewoners helpen in Amsterdam-West. Hoi, ik ben Anissa en ook ik ga vrijwilligerswerk doen vandaag. En in deze envelop staat waar. Spannend! Opdracht. Helpen op de kinderboerderij. Yay! Ik heb heel erg veel zin in deze opdracht. I was there to witness Candice's in a business. She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. She was at your... Volgens mij heb ik een vrijwilliger gevonden. Ja, nou, hallo. Ik ben Henk. En ik ben vrijwilliger hier in deze kelder. Als je wil, kan ik je een beetje van ons werk laten zien. Wat voor mensen komen hier dan? Maar over het algemeen zijn er toch wel mensen met weinig geld. Ik heb de opdracht gekregen om hier te helpen. Nou, we hebben een hele stapel kleren hier. Vind je het leuk om die op te vouwen? Ja. Ja, nou, begin maar. Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out. And have a celebration. Ik vind het wel een leuke winkel. Maar of ik zelf hier dingen zou kopen, dat denk ik niet. Nou, Wissem, je bent hier met die kleren bezig, maar ik heb toch wel een klusje voor jou. We gaan hier wat kleren uitzoeken voor een oudere mevrouw. Zij moet van heel weinig geld rondkomen. En ik denk dat ze al haar geld nodig heeft om voor het eten en voor de verwarming en voor de elektriciteit. En dan blijft er heel weinig geld of misschien helemaal geen geld over om ook nog kleren te kopen. Laten we dan maar wat gaan uitzoeken. Ja, een jas. In ieder geval lekker warm. Het moet wel een beetje voor een oude dame zijn, hè? Ah, daar is het. Dat moet de vrijwilliger zijn. Ja, ik ben Arjan Tastra. Ik werk hier al 17 jaar op de kinderboerderij als vrijwilliger. Nou, ik ga vandaag laten zien wat ik hier doe op de kinderboerderij. Oké, leuk. En is aan de slag. Kinderboerderij De Uilenburg is een zorgboerderij, waar ook vrijwilligers werken die een verstandelijke beperking hebben. Nou, wat vind je eigenlijk heel leuk aan dit werk? Nou, ik vind het heel gezellig, iedere woensdag en zaterdag. Om te beginnen, wees welkom. Hier lopen dus de paarden, Goldie en Bul. En wij gaan hier de hokken schoonmaken. Nou, wat vind je hier nou leuk aan? Aan de stallen schoonmaken? Ja. Om te beginnen, het is leuk werk om het te doen. Al de rommel weg is, we hebben alle dieren weer een schoon hok. Eeuw, dat was echt zo vies, hè? Het stonk en het leek echt alsof het... Oh, ik weet echt niet hoe ik het moet uitleggen. Dit valt wel mee om te verschonen. Ze zijn kleiner dan die paardentrollen, ja. Toch? Nou, de box zit vol. Ja. De konijntjes vind ik heel lief en schattig. Nou, dan gaan we het spullen even wegbrengen. Ja. Ze woont hier vlakbij. Naast de kringloopwinkel zet Stichting Kerk en Buurt zich al 20 jaar in voor mensen in de buurt die het nodig hebben. Ze gaan onder andere op bezoek bij mensen en koken voor ze in buurtcentrum Villa. Zijn we er, Henk? Ja, ze woont hier, drie hoog. Oké. Nou, hier woont deze mevrouw. Dat is Gerda. We hebben wat voor je meegenomen. Okay. En dat wil zij je graag geven. Hij staat u mooi, mevrouw. Dankjewel. Kijk, dit is
Chili, mijn beste vriendin. Een geit? Het is niet zomaar een geit. Nou, Arend Jan, wat betekent Chili eigenlijk voor je? Nou, dat kan ik even uitleggen. We houden veel van elkaar. Als er iets met me is, ga ik naar Chili toe en dan praten we even samen. Wat maakt Chili zo'n goede gesprekspartner? Ze gaan goed luisteren, Anissa. Leuk, hè? Dat durf ik echt niet. Ik wist het gaan, jongens. Je hoeft niet bang te zijn, hoor. De vriendschap van Arend Jan en Chili vind ik heel bijzonder. Want het is heel leuk om een vriendschap te hebben met een geit. Henk, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan nu naar beneden. En dan gaan we naar Villa. Om 6 uur wordt daar gegeten. En mevrouw gaat mee. Gaat u mee wat eten? Ja hoor. Ik vind mevrouw Grauwman heel aardig, maar ik vind het wel heel zielig. Omdat ze niet zoveel geld heeft. Ze leeft niet zoals bijvoorbeeld ik leef. Ik heb meer spulletjes en woon echt anders dan zij woont. Dus dat vind ik wel heel zielig. We gaan nu naar Jacobus de Buitenagraam. Jacobus de wat? Ik zal je voorstellen, dit is Jacobus en dit is Tanja. Tanja, bent u ook vrijwilliger? Nee, niet meer. Ik heb het 15 jaar gedaan en ik heb er nu een betaalde baan aan overgehouden. Oh, dat is eng. Het is niet eng, schat. Probeer het maar gewoon even zo te aan. Kom maar, hou je hand maar plat. Nee, ik blijf erbij. Nee, het doet echt helemaal niks. Nou, ik vond het heel leuk om Jacobus even te aaien en ik vond het wel een beetje spannend. Nou, dit is Villa hier. Ik moet er helaas vandoor. Maar Reza hier. Ja. Die is hier al heel lang vrijwilliger. En die kun je misschien ook wel een beetje helpen met een klusje in de keuken. Ik geef je nu een schotje, dat kan je wel aandoen. Vandaag, ik maak lasagne met rijst. In Villa wordt 3 keer per week gekookt. Hier kunnen mensen voor weinig geld eten en andere mensen ontmoeten. Ik vind Reza een aardige man. Hij wil mensen hier helpen en hij kookt voor hen. Dat is wel heel goed van hem. Het eten is bijna klaar en ik ga de tafel dekken en een beetje gezellig maken. Mevrouw Gerda, vindt u het gezellig? Het is beter als boven zitten. Nou, Ivan, volgens mij heb ik mijn opdracht goed gedaan. Dit is Melissa de ezel. Duimen gaan voor. En jullie kunnen allebei met deze borstel. Melissa. Nou, ik vond dit het leukste gedeelte en ik hoop dat ik mijn werk goed heb gedaan en ben benieuwd wat Ivan ervan vindt. Zo, wat hebben Anissa en Wissam veel gedaan. Fantastisch werk. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vonden en of ze het nog een keer zouden doen. Ik vond het heel erg leuk om vrijwilligerswerk te doen. Ik vond het hartstikke leuk in de winkel en ook om te koken. Het werken op de kinderboerderij vond ik heel erg leuk. En vooral het werken met Arend Jan. Ik vond mevrouw Gerda een hele lieve mevrouw. Het minst leuke vond ik dat alles wat met poep te maken had. Ik wil later wel, als ik met pensioen ben, vrijwilligerswerk doen. Ik zou het wel leuk vinden, maar dan niet op de kinderboerderij, want anders moet ik de hele tijd onder de mest zitten. Ik vond het echt heel erg leuk en ben heel blij dat ik dit heb gedaan.